Yo, dames en heren, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video. Vandaag gaan we naar de opening van station Hoek van Holland Strand. Dat wordt een leuk dagje en ik hoop eigenlijk Maurice Unck te gaan ontmoeten. Maar of dat zeker is, dat zie je in deze video. Kijk je mee? Onder een genot van een bak koffie ga ik lekker wachten op de metro naar Hoek van Holland Strand. Nou, Hoek van Holland Haven. Nesse landen. Ze hebben ook de bebording hebben ze aangepast. En rijdt nu echt door naar Hoek van Holland Strand. Maar dan alleen vanaf 10:00 ochtends. Dus als het 10:00 is, dan laat ik je even weten hoe de vork in zijn steel zit. Zodoende.
hoek van de Holland Haven. Daar is de metro die ons brengt naar Hoek van Holland. In deze metro ga ik zitten tot het eindpunt. Of 5718. Yo, dames en heren, nu is het weer op de Hoekse Lijn zoals je daar kunt zien. Schiedam Nieuweland. En we rijden nu, dit is echt de allereerste metro naar station Strand. Dus blijf vooral kijken naar, naar Hoek van Holland Strand als je dat graag wilt. Ik ga niet alles filmen, want de Hoekse Lijn staat al sinds 2019 als metrolijn. En tot en met 2017 als treinverbinding. Dus dit is ouderwets, dit is achterhaald, dus zodoende. Yo, dames en heren, we gaan vandaag geschiedenis schrijven. En nee, dit heeft niks te maken met wereldoorlogen of wereldwijde conflicten. Nee. We rijden door naar station Metro aan Zee, oftewel Hoek van Holland Strand. We zijn in Hoek van Holland. We zijn in Hoek van Holland, dames en heren. Oude platform van Hoek van Holland, haven. Station Hoek van Holland Haven. Rolstoelgebruikers en minder valide dienen de uitgang richting de Stena Line te gebruiken. U kunt hier overstappen op de bus en de ferry naar Engeland. Wheelchair users and disabled persons should use the exit towards the Stena Line. Change here for the bus and the ferry to England. Station Hoek van Holland Haven. Zoals je ziet is het precies 10 uur, stipt. Als je daar kunt lezen. Donkerrood. Hoek van Holland Haven.
Daar staat het ook. Nou, dames en heren, daar gaan we dan. Een unicum en geschiedenis. We gaan vandaag door naar Wetro aan Zee. Dit wordt een hele lange video. In de tunnelbak. Hoek van Holland Strand staat daar, dames en heren. Vergeet niet uw persoonlijke eigendommen en afval mee te nemen. Bedankt voor het reizen met de RET. Final stop. Don't forget to take your personal belongings and your litter with you. Thank you for traveling with RET. Station Hoek van Holland Strand. Yo, dames en heren, ik sta nu op Hoek van Holland Strand. Ziet, ik zal het omdraaien, wat beter. Zie je? Op het strand van Hoek van Holland. En het is erg regenachtig, dus ik dacht ik ga gelijk met eerst in de beste metro terug naar Rotterdam. Want ja, het is erg regenachtig en stormachtig en winderig en dus depressief en dat eigenlijk. Dus ik ga met eerst de beste metro terug naar Rotterdam. En zodoende eigenlijk. Dus ja, het was leuk dat ik dat een metro doorrijdt naar Station Strand. Alleen het weer is er niet echt bepaald voor. Dus zodoende, dames en heren. Ik ga de video zo meteen ook afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. En heb je van deze video genoten, doe een duimpje omhoog. Abonneer je beneden en druk ook op de notificatiebel. Dan mis je niks meer van mijn video. Dames en heren, adieu, auf Wiedersehen. Tjus, bis zur nächsten Mal. We vertrekken uit Station Strand, dames en heren. Dus ik stap hieruit om Hoek van Holland Haven even van dichterbij bekijken. En misschien dat ik terug ga naar Station Strand om even van ook het station van dichterbij te bekijken, dames en heren. Dus dan weten jullie dat. Weer een trajectvideo, dames en heren. De metro zit goed vol, dames en heren, met reizigers die gebruik maken van deze lijn. De tunnel. En hier was vroeger het voormalige station Strand, waar dit nu gesloopt. Er staat nu het transformatorhuis. Station Hoek van Holland Haven. Rolstoelgebruikers.
hinder van grip dienen de uitgang of de Stena Line te gebruiken. Wheelchair users and disabled persons should use the exit towards the Stena Line. Station, Hoek van Holland Haven. Ik ga eerder uit, dames en heren. Dit is station Hoek van Holland Haven, dames en heren. Ja, u kunt daar is de uitgang voor de Stena Line naar Engeland. En daar is het uitgang richting centrum van Hoek van Holland. En ja, zo ziet het station eruit, zeg maar. Oh, perron. De reisinformatie is al nu al in defect. Over 8 minuten. En dit is de route die de metro maakt. Dus zo ziet het station Hoek van Holland Haven eruit. Dat kan ik beter niet doen. Strand, daar is het metro richting strand. Over 7 minuten vertrekt de metro terug naar station Strand. Dan ga ik ook even nader onderzoeken. Maar wat heb je hier? Je hebt hier een beschutting tegen de regen en tegen de storm. Oh ja, omdat Hoek van Holland station, het nieuwe station Hoek van Holland open is, krijg je dit zeg maar als cadeautje, een dadelbal. Vandaag vieren we de opening van nieuwe stations Hoek van Holland Haven en Hoek van Holland Strand. Bedankt voor het geduld de afgelopen tijd. De RET hoopt dat je met veel plezier gebruik zult maken van de nieuwe stations. Dus. Dadels, glutenvrije haver, cacao, kokosrasp, kokosolie, speculaaskruiden. Dit product bevat van nature aanwezige suikers, 40 gram. Tenminste houdbaar tot 6 april 2023. Dus, wil je ook zo'n dadelbal? Ren dan nu naar station Hoek van Holland Haven. Vandaag nog. Want ik weet niet of ze morgen nog steeds staan. Dat weet ik niet. Maar dit is station Hoek van Holland Strand. Ik zal even lopen naar het uiteinde van de perron. En dames en heren, dit is de route naar het strand, dames en heren. Richting Hoek van Holland Strand. Dat is vanaf vandaag om 10 uur 's ochtends. Nee, om 9:15 's ochtends reed de allereerste metro naar Hoek van Holland Strand. Vandaag 9:15 's ochtends vertrok de eerste metro naar Hoek van Holland Strand. Daar is de metro naar Nesserlande. En daar in de Hoek van Holland Strand. Ik ga op die laatste wachten, op Hoek van Holland Strand. Want kan ik dat zo ook even onder handen nemen. Daar helemaal is het oude platform van Hoek van Holland Haven. Het tijdelijke perron. En nu is dit het geworden, dames en heren. Dus zodoende. Ja, dames en heren, het bestaat echt. Hoek van Holland Haven. Je kunt uitchecken met over chipkaart of barcode, maar nog niet met betaalpas of creditcard. Dus helaas. Daar komt hij aan hoor, metro naar het strand. Hoek van Holland Strand, dames en heren. Ik ga voor de derde keer een trajectvideo opnemen. Trajectvideo. Het is leeg.
Hoek van Holland Haven, dames. Dit was Hoek van Holland Haven. Nu ga ik Hoek van Holland Strand onder de loep nemen. Sporen, dames, dit wordt enkelsporig. Interact video. Zie je, enkelsporig. Dit eventjes overweg. Hoek van Holland Strand. Station Hoek van Holland Strand. Station Hoek van Holland Strand. Metro aan zee. Een berg opklimmen. Kut, gemist. Zijn we nu op Hoek van Holland Strand, dames en heren. Ga ik het station eventjes onder handen nemen. Wat hebben we weer? 4 beschuttingen. Ik heb maar 3 minuten tijd om nog een kwartiertje te wachten. Oh, dan moet ik 20 minuten wachten. We hebben, eens kijken als je het station uitloopt. Het waait, dames en heren. We hebben hier een beschutting, we hebben daar een beschutting en daar hebben we ook een beschutting. Oh, privacy. Ja, gewoon dadelijk daar voor. Daar hebben we ook een beschutting, denk je ook. Eens even kijken, wat mag dit wezen? Oh, gewoon iets. Hoek van, ik sta op Hoek van Holland Strand, dames en heren. Fucking, dan wacht ik maar 20 minuten. Als je daar zit, daar. Daar doorheen loopt, door deze tunnelbak of tunnelachtige instantie. Hier kun je wachten, als het regent kun je hier gewoon veilig beschut wachten op de metro. Pak mijn OV-kaart erbij.
de Noordzee. Hoek van Holland strand. En loop je letterlijk op het strand van de Noordzee. Als je door blijft zwemmen, kom je uit op Engeland. En ja, dat zodoende. En ja, RET viert zeg maar feest op omdat ze Hoek van Holland strand is geopend. Dus vandaar al deze ballonnen hier. Dus zodoende. Dit is Hoek van Holland strand, dames en heren. Ze hebben zelf de bestikkering in de metrovoertuigen aangepast. Dus in plaats van dat hij niet verder gaat naar Hoek van Holland haven, staat daar toch echt Hoek van Holland strand. En we vertrekken weer uit Hoek van Holland strand, dames en heren. Nou ga ik echt naar huis, want ik kan niet de hele dag hier blijven. Dus ik spreek Maurice Unk als je dit bekijkt. Ik kracht de kans klein hoor, maar als je dit bekijkt, ik heb jou nog wat vragen te stellen. Dus hoop dat ik dat binnenkort kan doen. Dus dat was Hoek van Holland. Op naar Rotterdam. Yo, dames en heren, bij deze wil ik deze video afsluiten. Heb jij genoten van deze video? Druk dan op het blauwe duimpje of grijze duimpje omhoog. Wil je niks meer van mijn video's missen? Druk dan op abonneren. En zet de notificatiebel aan, zodat je op de hoogte wordt gehouden van mijn nieuwste video's. Dus bedankt voor het kijken en tot in de toekomst.